Maar hoe oud is hij geworden? Mijn vader is 72. En wel aan kanker, maagkanker. Hoe oud was jij toen hij overleed? 36. En maakte dat grote indruk op je? Tuurlijk, als of je vader of je moeder komt te overlijden, is dat een enorme dramatische gebeurtenis in je leven. Ook als je band met die persoon niet heel innig was? Ja, het blijft toch altijd je vader. Ja? Het is toch de man die jou op de wereld heeft gezet. Had jij veel verdriet? Ja, natuurlijk had ik best verdriet. Maar bij mijn moeder 10 keer zoveel. Toch. Omdat ik heb mijn vader nooit horen zeggen, ik hou van jou. Ik heb mijn vader nooit horen zeggen, ik ben trots op jou, wat je doet. En dat is, als kind is dat best wel moeilijk. Dat had ik best graag eens willen horen.